Donderdagavond brengt Kees de Ruwe zijn eerste poëziebundel uit. In Dekker van de Vecht komt burgemeester Bruls het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Nou, ik dicht eigenlijk al mijn hele leven. Daarom heb ik deze poëziebundel nu samengesteld uit vroeger werk ook recent werk. Hè, dus eigenlijk door de jaren heen. Ik dicht eigenlijk al vanaf mijn 17e ongeveer. En ik werd geprikkeld door mijn lerares Nederlands. Die wilde ons aan de poëzie hebben. Maar daar hadden wij niet zoveel mee, jongens, pubers. Hè? Zij kwam met een plaat van Bob Dylan en die zette ze op en ze gaf de vertaling erbij. En op dat moment werd ik geïnspireerd en ben ik gaan dichten. In de bundel staan bijzondere illustraties en vormgeving centraal. Ja, ik vind de illustraties heel bijzonder. Ze zijn gemaakt door Isabel van Daasdonk, een goede bekende van me, vriendin. Zij is kunstenares en vormgeefster. Dus zij heeft al die illustraties gemaakt en ze heeft ook het boek helemaal vormgegeven. En daar ben ik erg blij mee. Zij was eigenlijk ook een beetje de bedenker. Zij zei van, het moet er maar eens van komen.